Wat hebben we geleerd vandaag? Nog een basisveronderstelling. We zullen eigenlijk al een keer een quizje moeten doen om de basisveronderstellingen op te lijsten die je tot hiertoe geleerd hebt. Deze vandaag is kort maar krachtig. Kracht is flexibiliteit. Vind ik eigenlijk ook een hele goeie en ene zeker voor de snelle denkers om even bij stil te staan. Zullen we gaan starten met het omgekeerd voorbeeld hier. Soms hebben ze een heel strakke overtuiging, ook ik. Hè. We gaan dan heel fel, heel rechtlijnig naar dat doel, want het is zo. En alles wat er rond gebeurt, ja, daar houden we geen rekening mee, want we weten dat dit de plan van aanpak is. We moeten het zo doen, punt aan de lijn. Rammelt aan alle kanten, conflicten overal, deuken ook in het verhaal, in het proces dat je dat probeert te bereiken. Als je echter vanuit flexibiliteit uitgaat en zegt van oké, dat is het doel, dat weet ik wel. En ik heb mijn missie, ik weet wat ik naartoe wil, ik heb mijn waarden, mijn om. Het is heel scherp wat ik wil doen. Als je dan de flexibiliteit hebt voor wat er gebeurt, ook mee aan de slag te gaan. Hè, dat wil dus zeggen, hè, dan komen die andere veronderstellingen ook. Hè, en tegenslag falen, dat is alleen feedback. Er is een positieve intentie als er zo'n deuk opzij gemaakt wordt en waardoor dat we van het pad moeten afvinden. Dus als je daar flexibel mee gaat omspringen en dus je strategie wat gaat aanpassen en alle eigenschappen van COVID gaat toepassen, dan ga je een veel elastischer verhaal hebben en dan ga je naar dat doel gaan. En dat doel hoeft dan ook niet zo scherp vast te blijven staan. Er kunnen daar nog nuances in aangepast worden. Je hebt jouw overtuiging, je weet waar je naartoe wilt. Maar er zijn andere mensen. Je wilt dat samen met die mensen die reis maken. Je wilt dus aan jouw reis gaan sleutelen en die flexibiliteit toevoegen. Zodanig dat je echt wel dag in dag uit samen in die ervaringen kunt gaan. Dus het is een hele korte deze. Maar eigenlijk ook wel een hele krachtige. En ene waar dat ik zelf ook af en toe wel eens tegenzondig, dat ik op bepaalde dingen zo'n tunnelvisie heb rond de, zeker principiële dingen. Het rechtvaardigheidsgevoel speelt op tijd en stond bijvoorbeeld ook heel fel. En dan word je op een bepaald moment zo rechtlijnig dat je geen rekening meer houdt met de positieve intentie van de anderen, geen flexibiliteit hanteert. En meestal loopt het dan ook wel eigenlijk mis. Waardoor dat je jouw doel ook zelf niet gaat bereiken. Dus als je vandaag zo dingen hebt die wat tegenwringen, die jou belemmeren om jouw doel te bereiken, denk dan eens vanuit flexibiliteit en kijk hoe dat je daar dynamisch mee om kan gaan en dat je daar kan sleutelen in jouw gedrag en wat dat jij doet in jouw invulling, om op die manier nog krachtiger in het verhaal te staan. Veel succes. Veel succes. Kracht is flexibiliteit. Ah, dat was ik vergeten. Dus ik kom nog een klein stukje bij. Cirkel invloed, cirkel betrokkenheid. Dus zoals ik in de vorige delen ook altijd zei. Dus meestal is er ergens wel een model die we gebruiken die mapt op een van die veronderstellingen. Kracht is flexibiliteit is ook een waar ik heel fel moet denken aan de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid van Covey. Dat wil dus zeggen, cirkel van betrokkenheid is alles wat je overkomt, dingen rondom jou, hè. Je weet jouw doel, maar hun baas is altijd kort en reageert altijd fel. Cirkel van betrokkenheid, komt wel aan, dat doet zeer. En had ik nu maar een baas die wat flexibeler was, dan kon ik effectief wel heel veel bereiken. Alleen is dat in je cirkel van betrokkenheid. Als je daar echter flexibel mee aan de slag gaat, en je denkt altijd na, oké, de situatie is wat is. Met een baas wil eigenlijk niet meegaan in dit verhaal. Wat kan ik doen in mijn cirkel van invloed? Welke stappen kan ik zetten om toch in die richting te gaan gaan? De strategie moet ik misschien wat bijsturen, maar mijn doel kan ik wel behouden. Of, wat is eigenlijk het doel van mijn baas? Wat wil hij geraken? Wat vindt hij heel belangrijk? Kan ik dat integreren en kan ik mijn doel wat nuanceren? En kan ik dat wat gaan beginnen kneden en aanpassen, zodanig dat we samen naar een, misschien nog een beter doel kunnen geraken. Hè? De zesde van COVID, hè? De synergie. Door vanuit mijn cirkel van invloed heel flexibel om te gaan met de situatie, om zo het groeiproces vanuit eigen tools te gaan versterken, ga zorgen dat je enorm grote stappen kunt gaan zetten. Dus vandaar cirkel invloed, cirkel betrokkenheid is eigenlijk degene die hier wel een stukje mee in dit verhaal past.
en die jou zeker gaat helpen om flexibel naar dingen te gaan kijken. Omdat je altijd in je cirkel van invloed gaat zitten. Wat kan ik doen om? Wat moet ik aanpassen om? Of wat mag ik aanpassen om? Dus flexibel. Veel succes. Hè? Weet ook, maar dat, ik zeg het elke keer. Je kunt hier aan de slag gaan. Lees Covey, lees andere boeken om te zorgen dat je echt vanuit je cirkel van invloed kennis vergroot. En door die flexibiliteit kunt gaan vergroten. Soms is dat wat moeilijk, zeker bij belangrijke loopbaankeuzes. Ga dan eventueel met je loopbaanchecks aan de slag en ga samen met een coach een keer gaan reflecteren om te kijken in jouw cirkel van invloed wat jij allemaal kan doen om flexibel te groeien in jouw loopbaan of een nieuwe loopbaan aan te vatten die jou nog meer in jouw kracht zet en dus je flexibiliteit eigenlijk vergroot. In het groepstraject is dat zeker het geval, omdat we daar ervaringen uitwisselen met elkaar, conflict situaties. En van in plaats halstarrig jouw eigen mening daar te behouden, ga je leren dat met andere snelle denkers, dat er altijd wel één is die een gelijkaardige situatie is meegemaakt heeft, maar daar op een flexibele manier alternatieven heeft kunnen genereren, waardoor dat die situatie veel beter geëindigd was. Dus ook in het groepstraject gaan we daar continu mee aan de slag om dingen flexibeler te gaan bekijken door nieuwe tools, door extra kennis en vooral door de overtuiging dat dat net een positief element is van flexibel te zijn in die situaties. Oké, dus vandaag bots je tegen iets, kijk in je cirkel van invloed hoe je daar flexibel mee aan de slag kan en dan zien we elkaar voor de volgende veronderstelling. Veel succes!